Helemaal weer over de leuning heen. En de koppie. En de pootjes ook omhoog. Dat is het. Oké. Pootjes erop. Nee. En dan leggen ze met de kopje ook boven. Hè? Goedemorgenmiddag. Ja, het is de valreep, het is 11:58. Het is vandaag dinsdag. Het is de 28ste van de 2e 2023. En ja, ik zei al, het is 11:58. Dus ja, het is op de valreep. Dus maak er maar wat je ervan wil hebben. Ja, maar ik zeg welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboer, want daar zijn jullie weer gewoon bij aanbeland. Eentje ligt er hier voor me en de andere ligt op de bank. En de andere die zit alweer boven, die heeft net gegeten. Ik ga zo met de hondjes uit en wat er gebeuren staat, nou sowieso komt Erwin weer. Dus ja, en ik heb een aantal appjes binnen over het Noorderlicht. Dan moet ik antwoord geven, vanavond is het ook weer te zien, maar hier gaat het niet op, want het is op wol tot en met. Het is grijs en grauw en triest, dus dat gaat het er niet worden. Nee. Of het moet nog voor die tijd opklaren, dat het weer helder wordt. Maar dat is afwachten, je weet het maar nooit hier ook. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag en doe het met een lach. Doe ik ook, we gaan er gewoon weer door. En we zullen wel zien waar het schip stranden mag. Ja toch, Rijka? En die ligt dus lekker erbij. Helemaal weer over de leuning heen. Met de koppie. En de pootjes ook omhoog. Om ze dat hebt. Kijk, pootjes erop. Hé? Ja, nou. En dan leggen ze met de koppie ook boven. Hoor. Mama, meisje. Ja, weet je maar een meisje. Maar in ieder geval, ja, we gaan er gewoon vandoor, hè? Elwin, of niet dan? Elwin. Elwin. Hou je ook naar buiten? Wil je lopen? Ja, hè? Als je lopen, hè? Ja, dus dat dus. Ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. En geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ben er weer even. Ik heb een bak koffie, mijn tweede bak koffie nog maar, hoor. Ja, de eerste bak koffie heb ik samen met Erwin gedaan. En, oh nee, niet waar. Was mijn tweede, dit is mijn derde. Ja. Ook heb ik alle foto's die ik gisteravond op de dijk heb genomen op de computer gezet. Het is op één na zo slecht te zien allemaal. Vanavond schijnt het weer te zien te zijn. Maar ja, het is bewolkt. Maar ik ga wel een gok wagen. Maar dan ga ik niet hier op de eerste uitkijkpunt staan. Nee, ik ga naar Land's End toe waar de veerboot ook binnenkomt. Want daar was ook een vrouw die had ook foto's genomen. En zo mooi. Die foto's. Maar ja, om 22 uur was het gisteravond het op zijn heftigst, laat ik het zo maar noemen. Dus ja, ik ga er ook tegen die tijd er ook heen. En dan zo'n beleven of we het kunnen zien, want ja, het is bewolkt, zoals ik al zei. En ja, het zou wel op gaan knappen, dus ja, ik hoop dat het nog gaat gebeuren. Maar ja, het is nu 14:32, dus het is nog maar 2:30, het is nog vroeg. En dan hoop ik dat de bewolking nog oplost en dat het helder weer gaat worden. En dan zullen we beleven, want ja, ik
wil toch weer die gok zien te wagen. En dan maar weer foto's maken, hè. Ja, dat, we zullen proberen. Jammer dat het niet te filmen is, hè. Want je ziet het met blote oog niet. En ik heb net een man gesproken, die heeft ook dus foto's genomen. En ook hele mooie. En ik zeg, kon je het ook met blote oog zien? Nou, hij zegt, ik dacht eerst dat het lichtvervuiling was. Hij ook lucht van de steden, weet je wel. Van de eilanden, dat zei hij dat ook. Maar hij heeft foto's aan het maken geweest, op goed geluk. En ja, het was geen lichtvervuiling, nee, het was de natuur. Ja, Noorderlicht. En, oh jongens, wanneer heb je nou de kans in het stadje Den Helder om dat te kunnen mee te maken? Hè? Oei, 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 oei. Dat vind ik zo mooi, zo bijzonder. Ja, voor mij is het in ieder geval voor het eerst, zover ik het me kan herinneren, dat we dat hier ook hebben. Ik vind dat gewoon geweldig. Dus ja, ik ga gewoon vanavond weer proberen en dan zien we het wel weer. Ja, lukt het wel, lukt het niet, dan heb ik sowieso, ja, eigenlijk twee, maar die ene is die, dan moet je echt zo gaan zitten. Of je moet zorgen dat het donker om je heen is, dan zie je het. Of je moet, want met mijn scherm, ik kwam er nou net achter dat het met mijn scherm ook te maken heeft. Die staat recht, die kan ik niet kantelen of wat dan ook. Dus ik ging mezelf een beetje kantelen. En toen zag ik wel in de lucht een groenige band. En sowieso zie ik het wel in de zee. Daar zie ik het wel, het weerkaatst in de zee. Maar ja, voor de rest, ja, het is heel moeilijk te zien. Je moet, ja, het is heel lichtgroenig en dan, tenminste lichtgroenig, het is wazig. En de kleur is ook natuurlijk wat donker en de lucht is donker, dus ja, dat zie je haast niet. Maar oké, ik, ja, je moet precies zo zien zitten en of in het donker, dan zie je het. Maar ja, we gaan het beleven. Ja, we gaan het beleven. En mijn meisjes, die zijn weer zo lekker lief. Ja. Maar oké, ik ga zo vast aan een vlog beginnen. Dan hoef ik dat vanavond in ieder geval niet te doen. En dan kan ik vanavond die rust nemen om dus naar Landsend toe te gaan. Ja. En ik heb het koud, ik heb het niet echt warm. Maar ja, dat zal ik aan mezelf leggen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je ding. En ja, je moet bij het noorden gaan staan om het te kunnen zien. Dus ja, misschien dat jullie het ook kunnen. En als het helder is, probeer het uit en op goed geluk foto's gaan schieten met je mobiel of wat dan ook. En ja, wie weet, krijg je wat binnen. Je weet het niet. Dus ik zou zeggen, doe je ding en geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga me weer klaarmaken om naar de dijk toe te gaan. Ik hoop dat het helder is. Ik hoop dat het niet zo koud is als afgelopen gisteravond en vannacht. Ik hoop dat het een beetje warmer is. Ja, ik ga ook naar een andere hoek, dus ja, we zullen het beleven. Ik weet het echt niet. Ik ga eerst naar het toilet. Daarna ga ik me lekker warm aankleden en dan ga ik weg. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Waar dan ook. Het zal wel hier wezen, thuis weer. Want ik kan enkel mijn foto's. Meer kan ik niet doen. Filmen lukt niet. Heb ik al gehoord. Dus ja. Kan ik beter foto's maken en die in de vlog verwerken. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ik weet niet of het bij jullie ook te zien is. Maar geniet in ieder geval van alles met wat jullie gaan doen. Ik zeg het tot later. Who we are.
so cold. What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings change and love can go. But tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved. Ja, lieve vrienden, we gaan naar bedje toe. Het is vanavond dus niet gelukt met de Noorderlicht. Nee, want er was niks te zien. Helaas, pindakaas. Maar ik heb wel gewoon foto's gemaakt, even zo goed. Dus ik zal even mooi uitzoeken van de week of er mooie foto's erbij zijn. En die plaats ik er gewoon wel ertussen, weet je. Dat is even goed wel leuk. Dus ik zou zeggen, echt. Geniet van jullie nachtrust. Wij gaan dat ook doen. Wij gaan horizontaal. Dus ik zeg goeie nacht allemaal. Doei. Feelings change and love can go. But tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? Or what you say is I don't know. Feelings change and love can go. But tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? I thought that you loved. Thank you.